Ik hou niet van verlies en ik wil alles winnen. Ik ben een jongen die niet tegen zijn verlies kan. Dat is wel mooi, hè? Jack is goed, hè? Derek Lucassen en Reciano Hapsen zien elkaar dagelijks. Niet alleen op het veld, ook daarbuiten. Vandaag dagen de twee vrienden elkaar uit op de kartbaan. Derek ken ik eerst nog niet zo goed. Het was voornamelijk Kevin, dat is zijn broer. En ja, die band met Kevin is ook al heel goed. En toen kwam Derek bij de selectie en ja, die heeft het overgenomen. We hebben dezelfde interesses, denk ik. We kunnen goed met elkaar praten en we kunnen het eigenlijk overal over hebben. En, dus vandaar denk ik ook. Ja, we zijn wel eens naar de bios gaan. Je moet winnen. Dat is belangrijk. Alleen de winst telt. Ja, ik ga mijn best doen om te winnen en hou nummer 6 goed in de gaten. Shano is een gezellige jongen. Je kan altijd met hem lachen. Is ook een leuke jongen, vriendelijke jongen en is gewoon een goede gozer. Hij kan altijd op me bouwen, hij kan altijd op me rekenen als hij steun nodig heeft of adviezen. En andersom ook, dus ja, dat zit wel goed. In het veld is hij, wil hij winnen, is hij zoals hij zelf zegt, pitbull. En ja, wil hij je opeten. En, buiten het veld is hij gewoon iemand waarmee je kan lachen en veel grapjes en we lachen ook gewoon veel, man. Echt zielig, hè? Ik hou me goed aan. 50 keer in. Haps en Lucas zijn bezig met een sterke ontwikkeling. Ze behoren wekelijks tot de betere spelers van het veld. Terwijl ze een jaar geleden alles behalve zeker waren van een basisplaats. We hebben één doel en dat is winnen. En ja, we geven altijd 100%. En, ik zie wel iets in mezelf terug bij Derek. Dat is ook een jongen die altijd tot het gaatje gaat. En dat vind ik heel goed van hem. Ik denk vorig seizoen en dit seizoen, hij speelt supersterk. En, ik sta er niet van te kijken, want als je hoort wat zijn doelen zijn en wat hij wil bereiken met het voetbal, sta ik er niet van te kijken. Altijd Haps mee en die schuift de bal keurig, heel snel, zodat Pat niet kan reageren. Dat doet hij heel fraai. Shano is super snel. Niet dat ik niet snel ben, ik ben aardig snel, maar hij is toch, hij is echt super snel. En, als hij aanvallend opkomt, heeft hij een supergoede techniek waarmee hij mensen hem gemakkelijk uitspeelt. Dus daar sta ik wel van te kijken. Is er ook een kwaliteit die Derek heeft dat je denkt van, nou, daar ben ik echt best wel jaloers op, die zou ik ook wel graag willen bezitten? Ja, zijn trap. Hij heeft een hele mooie trap in voor de Afrika. Nu maar eerlijk, Afrikanen kunnen nooit schieten. Hoe kan hij schieten? Lucas, het doet het aardig. Reciano wordt de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met Oranje. Hoe kijk jij daarna? Ik denk dat hij een van de beste linksbacks is op dit moment. En hij hoort er zeker bij. Uiteindelijk even Haps gewonnen van Lucas, dus deze is voor mijn bro. Dankjewel, man. Dankjewel. Ja, maar champagne erbij, pop ja. Iets, man. Bro. Dankjewel, man. Dankjewel. Ja, man. Terecht wil ik het niet noemen, maar uiteindelijk heeft hij gewonnen, man. Ik ben er blij mee. Champion, Haps vs. Lucas, 2016.